Yo jongens, tweede video van vandaag. En ja, ah, nu gaat die gsm weer af. Wat damn. Nee, nu gaan we het hebben over managercarrière en spelercarrière op FIFA. Want FIFA blijven we doen, dat is mijn shit. Ik doe echt graag FIFA. En ik ga uit een paar teams kiezen en jullie moeten dan zeggen: ah, ik zou liefst dat team hebben, ik zou liefst dat team hebben. Dus ja, het is wel aan jullie om te beslissen. Dus ik ga showen met welke ploeg ik zou willen spelen. In Engeland zou ik graag met Liverpool een carrière moeten maken, ja. Ik weet niet, ik heb nooit iets gedaan met Liverpool of zo. Ik vind dat die gewoon vette truitjes hebben. En dan met Suarez en zo. Ik moet wel chillen met Liverpool iets te doen. Oké, dan gaan we verder. Niets, niets. Italië niet. Nee, Nederland niet. Nee. Ah, hier. Portugal. Waarom twee berichten? Damn. Portugal. Zou ik graag met Porto. Ai, graag. Zou ik met Porto ook wel een carrière moeten willen maken? Strijden tegen Sporting Lissabon en tegen Benfica. Nee, ik mag wel vette shit. Dan, maar verder, Spanje. Niets. België. België. Ofwel Club Brugge. Ofwel Sporting Lokeren. Een van die twee in België. Qua klasse een beetje verschil, maar niet zo'n eigen verschil. Dus. Ça va. En dan Duitsland. Wolfsburg lijkt me ook echt een vette ploeg. Dus Wolfsburg met aan de bruine Perisic en zo. Luis Gustavo. Ja, lijkt me ook wel een toffe ploeg om mee te spelen. Dus we hebben Liverpool, Porto, Club Brugge, Cercle Brugge. En dan hebben we, wat was de laatste nu weer? Duitsland, Wolfsburg. Ja, die ploegen kiezen. Maar dan is er nog één random ding en ik heb een carrière mode gemaakt op mijn laptop, zo voor te funnen, hè. Ik heb daar niet op gespeeld, want op mijn laptop die kan dat niet draaien. Maar ik zit hier in het jaar 2020, dus ik start niet in het jaar 2013. Dus de spelers zijn echt veel geëvolueerd, sommige spelers zijn gewoon al weg. Dus ja, misschien willen jullie dat ook wel eens zien. Echt zo van, ja, iemand die kei ver in zijn carrière zit, want dit is nu mijn ploeg. Ik heb nu wel wat spelers verkocht eigenlijk op het einde. Kijk, ik heb Batshuayi 84, Di Cicilio 83, die is 28 jaar nu, Marquinhos 87, 26 jaar, dat zijn Mero 25 jaar, 86, dat zijn echt spelers die je normaal niet ziet in die carrière mode. Echt zat. Kijk, De Bruyne wordt bijna 30. Allee, ik bedoel hier Leon Brito, 23 jaar, jongen. Kijk naar die stats. What the fuck? Dan Atsu 84, Koke. Hier, Lucas Piazon, echt nog van bij Chelsea van in het begin, hè, 26 jaar. Dan Neymar, nederig. Nice, 28 jaar Neymar. Varane, Ilmarandia, Verratti, Götze, 92, 28 jaar. Oscar, 29 jaar. En Bemba van Anderlecht, check. Die is fucking level 89 verdediging, hè. Ik kan dat niet zeggen, en die is nog maar 26. Ake, ook nog standaard van Chelsea. Level 88, Dikea, Jordan Lukaku, 26 jaar. Cristiano Ronaldo, Neuer, Jedva, oké, die is maar level 70, het is niets beest. Maar ja, misschien daarin verder gaan. We hebben daar een hoog budget. Ik speel Bondscoach van België. Maar als je dit, ik ga je even iets laten checken. Hè. Als we die terug moeten hebben, want die heeft in mijn team gezeten, hè. Lukaku. Iedereen wil wel weten hoe het met Lukaku gaat. Check. Waar staat hem? 27 jaar, algemeen 89. En als je ze zou willen weten hoe dat die is om te gebruiken. Ja, ik moet het gewoon zeggen. Hè. We hebben echt zotte spelers, Ezekiel en zo. Die zijn echt allemaal mega maf. Dus ja, je moet het maar zeggen. Het idee is moet ik kiezen. Ik wil graag verder doen met Chelsea. Desnoods lief ik gewoon bij Chelsea in mijn carrière mode in 2020. En gaan we gewoon verder met een andere ploeg. Om daar te vinden en dan echt al met wat oudere spelers ofwel gewoon een nieuwe carrière moet starten. Dat is echt helemaal up to jullie guys, dus dat zou ik willen weten. En dan nu, de spelercarrière mode. Ik zat bij Lokeren mijn eerste jaar. Willen jullie dat ik het terug bij Lokeren doe? Willen jullie dat ik het bij Monaco doe? Bij Olympique Marseille? Ik begin toch met mijn eigen manneke. Met Peyson Jones, Velo Drivers, Chisel. Dus ja, dat moeten jullie weten. Dat is echt helemaal up to you. Dat beslaat ik aan jullie over. En ja, dat was het dan. Ik wacht op de comments van jullie voordat ik iets
ga uploaden van carrière mode. Ik geef jullie tot na het weekend. Dus dan heb je nog een avondje en nog een dagje. En dan ja, ik kijk dan toch maar maandagavond, want ik moet dan toch eerst werken. Dus ja, dat was het voor nu. Ik ga nu een Ultimate Teampje maken, mega lang geleden. Dat is iets dat ik wel al kan maken. Dus tot straks, nog een video, de derde van vandaag. Bye bye.